geneesmiddel van de week is nadroparine. Nadroparine zorgt voor antistolling en wordt met name voorgeschreven ter preventie of behandeling van tromboembolische aandoeningen. Hoe werkt nadroparine precies? Nadroparine behoort tot de groep van laagmoleculair gewichtsheparines, ook wel LMWH's genoemd. LMWH's ontstaan door het natuurlijke heparine met behulp van depolymerisatie te fractioneren naar kleinere moleculen. Voor een uitgebreid overzicht van zowel ongefractioneerde heparine en een overzicht van de stollingsketen verwijs ik naar het filmpje van het geneesmiddel van de week over heparine. Aan de hand van dit plaatje wordt het verschil in werking tussen de ongefractioneerde heparine en LMWH's duidelijker. De lange paarse keten linksbovenin moet de heparineketen voorstellen. Deze keten bindt aan het blauwe figuurtje het antithrombine. Dit antithrombine-heparinecomplex kan factor 10a, het rode driehoekje, wegvangen. Dankzij de lange keten van de heparine kan het complex echter ook het thrombine, hier als geel figuurtje weergegeven, binden. LMWH's daarentegen kunnen, doordat ze alleen in een korte keten hebben, alleen het antithrombine binden en niet het thrombine. Hierdoor heeft het een meer voorspelbaar antistollingseffect dan het natuurlijke ongefractioneerde heparine. Het effect van binding van antithrombine door de LMWH kunnen we als volgt in de stollingskaskade aanduiden. Door de binding van antithrombine zal factor 10a door het LMWH-antithrombine-complex worden weggevangen. Deze vermindering aan factor 10a zorgt voor het belangrijkste antistollingseffect van de LMWH's. Achtereenvolgens zal er minder thrombine en fibrine worden gevormd. Dit resulteert uiteindelijk dus in minder trombusvorming en een antistollingseffect. Wanneer wordt nadroparine voorgeschreven? Nadroparine wordt met name voorgeschreven aan patiënten die een tromboembolische aandoening, zoals een longembolie of een diepveneuze trombose, hebben. In de meeste gevallen wordt dit tijdelijk ter overbrugging voorgeschreven om daarna over te kunnen gaan op bijvoorbeeld vitamine K-antagonisten. Ook wordt nadroparine in de acute fase voorgeschreven ter behandeling van instabiele anginopectoris. Daarnaast wordt nadroparine vaak eenmaldaags in lage doseringen toegediend ter profilaxe van een tromboembolische aandoening. Nadroparine wordt over het algemeen subcutaan toegediend door een huidplooi met onderhuids vetweefsel op te tillen en dan de vloeistof langzaam in te spuiten. Bij voorkeur gebeurt het ter plaatse van de buik of het bovenbeen. Indien de toediening niet goed gaat, bijvoorbeeld te snel, kan dit leiden tot hematomen. Om polyklinische behandeling mogelijk te maken, wordt de subcutane toediening vaak geleerd aan de patiënt zelf of een familielid of een partner. Er kan worden gekozen voor een eenmaldaagse toedieningsvorm, het zogenaamde Fraxodi, of de tweemaldaagse vorm Fraxiparine. Fraxodi bevat 19.000 internationale eenheden per milliliter en Fraxiparine bevat de helft van deze concentratie. De dosering wordt bepaald aan de hand van het gewicht van de patiënt. Bij Fraxodi kan bijvoorbeeld een therapeutische dosering worden voorgeschreven op basis van 171 internationale eenheden per kilogram. Bij een patiënt van 65 kilogram komt dit dan neer op 65 keer 171 eenheden en dat is dan ongeveer gelijk aan 11.400 internationale eenheden die een wegwerpspuit van 0,6 milliliter, 0,6 keer 19.000 eenheden, bevat. Voor een overzicht van de doseringen per kilogram lichaamsgewicht verwijs ik naar www.vademecumhematologie.nl. Bij obese patiënten wordt overigens gedoseerd op basis van het zogenaamde lean body weight. De maximale spiegel, de Cmax, wordt bij beide concentraties na 4 tot 6 uur bereikt. Fraxodi heeft als voordeel dat het dus minder vaak hoeft te worden toegediend, maar er worden dus ook hogere concentraties bereikt direct na de toediening. De eliminatiehalfwaardetijd bedraagt ongeveer 3,5 uur. Dit kan vertraagd zijn bij patiënten met een verminderde nierfunctie. Fraxodi zorgt niet voor meer bloedingsrisico, ondanks de hogere spiegels direct naar de injectie. Ook de effectiviteit van behandeling is hetzelfde als van Fraxiparine. Bij een therapeutische dosering moet de dosis worden aangepast vanaf een klaring van minder dan 50 ml per minuut. Bij een klaring onder de 10 ml per minuut is het gangbare advies nadroparine niet voor te schrijven, maar het middel te vervangen door bijvoorbeeld de ongefractioneerde heparine.
doordat nadroprine, zoals gezegd, een gerichter effect in de stollingskaskade heeft dan heparine, hoeven de stollingsparameters per individu niet gemeten te worden. Indien er toch aan de dosering wordt getwijfeld, doordat de patiënt bijvoorbeeld nierfunctiestoornissen heeft, obese is of zwanger is, kan een factor 10a-spiegel worden bepaald 4 uur na de toediening en aan de hand hiervan de dosering worden aangepast. Net als elk geneesmiddel heeft nadroprine ook bijwerkingen. De meest voorkomende heb ik reeds genoemd, het optreden van hematomen na de injectie. Daarnaast moet men onder andere ook bedacht zijn dat er een trombocytopenie kan ontstaan, doordat antistoffen tegen de heparinemoleculen worden gevormd. Hierdoor ontstaan abnormale bloedplaatjes wat juist tot trombose kan leiden. Dit noemen we een heparine-geïnduceerde trombocytopenie, of afgekort HIT. Wanneer andere antistollingsmedicatie wordt voorgeschreven, beïnvloedt dit het effect van de nadroparine. Bij een bloeding bij een patiënt die een LMWH gebruikt, kan protamine voorzichtig worden toegediend. De werking van LMWH wordt slechts ten dele geremd. Voor dosering en overzicht van bijwerkingen van protamine verwijs ik weer naar www.vademecumhematologie.nl. Samenvattend. Nadroparine is een laag moleculair gewichtsheparine, LMWH, die subcutaan wordt toegediend. Vermindering van factor 10a zorgt voor het belangrijkste antistollingseffect. Het wordt met name therapeutisch en ter profilaxe van tromboembolische aandoeningen voorgeschreven. De dosering is afhankelijk van het gewicht en de nierfunctie van de patiënt. Belangrijkste bijwerkingen zijn optreden van hematomen en heparine-geïnduceerde trombocytopenie.